En het Surinaams Pedagogisch Instituut zal goed voorbereid zijn op het eindexamen dat 20 juli van start gaat. Dit zegt Hortans Promes, zij is directeur van het SPI. Vanaf de scholen fysiek gesloten zijn sinds medio maart, heeft het onderwijsproces op het SPI zoveel als mogelijk plaatsgevonden via diverse digitale mogelijkheden. Promes haalt aan dat er ICT-trainingen aan de docenten zijn verzorgd om het onderwijsproces vlot te laten verlopen. Ook heeft het SPI gedurende de fysieke sluiting van de school studenten geaccommodeerd die geen adequate internetmogelijkheden hadden. Wij zijn ertoe overgegaan om de ruimte, de ICT-ruimte op het instituut ter beschikking te stellen van kijk, als je van huis uit problemen hebt met internetmogelijkheden, maak dan een afspraak en dan mag je dus gebruik maken van de mogelijkheden van de school. En we hebben dus de leraren geïnstrueerd, gemotiveerd. Dat was voor, voor leerlingen? Ja, voor leerlingen. Okay. Om die leerlingen naar hun mogelijkheden zo goed mogelijk tegemoet te komen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar bijvoorbeeld via Zoom of Google Classroom, maar ook gewoon via een sms of een berichtje sturen met de leerstof, noem maar op, al wat mogelijk was. Mm-hmm. En als u nu erop terugkijkt, heeft u het gevoel dat het goed gegaan is? Overal wel, omdat vooral voor onze examenleerjaren was het dus heel erg belangrijk. We zaten dus net op het moment van de afronding bijvoorbeeld van onze SO's. En de studenten zouden nog hun mondelingen SO's moeten afhandelen. En 95% van de studenten heeft dus digitaal hun SO, hun mondelingen SO's. Dat is een behoorlijk percentage. Ja, klopt. Dus wat dat betreft mogen we best wel tevreden zijn en aangeven dat ook de studenten hun uiterste best hebben gedaan. Promes zegt dat het stage-examen, het zogenoemde praktijkexamen, op een later tijdstip zal plaatsvinden. Ze benadrukt dat stage hoog in het vaandel staat op het SPI, omdat lesgeven het belangrijkste is bij de opleiding van leerkrachten. De theoretische zaken worden nu afgerond. Omdat we voor de examens met betrekking tot de stage het basisonderwijs nodig hebben. Dat is eigenlijk de ziel van die opleiding. Dus je kunt geen diploma afgeven zonder dat die student op een adequate manier de stage heeft doorlopen. Dus de examens voor de stage, die worden bij de start van het nieuwe schooljaar, wanneer het basisonderwijs ter beschikking is, direct afgenomen. De directeur van het Surinaams Pedagogisch Instituut, Hortans Promes, ze was vanmorgen te gast in het programma ATV COVID-19 Update.